Nee, je moet het wel omhoog doen. Ja, maar het werkt niet. Oeh, zo. Wij kennen elkaar ook nog niet zo goed, hè? Nee. En daarom hebben we een vrijdagmiddagborrel georganiseerd. En om elkaar dus beter te leren kennen, hebben we gedacht dat we een beetje kutvragen moeten gaan beantwoorden. Mochten we die dus ook echt niet willen beantwoorden, dan is er altijd wel een uitweg. En dat is dat we iets super goors moeten nuttigen. Ik ben ready. Ja, oké. Okay. Jij? Ja, we gaan even de dilemma's erbij pakken. Oké. Oké. Wie begint? Zal ik trekken? Ja, trek jij maar. I'm so ready. Bel je meest recente ex en zeg dat je hem mist. Ga je het doen? Natuurlijk ga ik dat doen. Ik krijg wel zieke hartklopping. Hallo? Ja. Ik dacht gewoon even kletsen toch, ik mis je een beetje. Fans, ik ga me toch niet vertellen dat het eruit is met je vrienden? Nee. Nee. Dan had ik echt gelijk opgehangen. Ja? Ja, sowieso. Nou, lekker aardig weer. Ja, wat denk je zelf, Joe? Wat dan? Volgens mij hadden we afgesproken dat we dat soort dingen niet meer zouden doen. Fucking grappig! Aan wie heb je gedacht tijdens je laatste masturbeersessie? Ja, kom maar door met dat eten dan. Vind je dit vies? Maar vind je dit echt vies? Je zit iets hard zijn. Sorry. Dat is gewoon een graad. Nou ja. Ik hou echt van makreel. Wat erg. Ja, mensen gaan nu echt denken van, yo, die chick stut de stress om makreel, maar dat vind ik zo zout. Je vriend slash vader zijn van lichaam verwisseld. Wie neuk je? Ik wil dit eigenlijk niet beantwoorden. Er is no way dat ik in wat voor manier dan ook mijn vader zou doen. Oh nee, dit vind ik sowieso heel ranzig. Maar dat ziet er helemaal niet vies uit. Ziet er helemaal niet vies uit. Waarom dans je dan terug? Oh. Ik denk dat het kattenvoer is. 3, 2, 1. Ah nee, ik ga mij in de piep. Ik krijg echt tranen in mijn ogen. Oh mijn god. Je hebt gewoon kattenvoer gegeten. Maar ik ga niet. Oh, kom, toughen up. Ja, toughen up, chick. What the fuck? Wie vind je de meest irritante BNNVARA-presentator? Nou, kom maar met het eten. Echt? Hoe de fuck ga ik zo'n stuk gember in één keer opeten? Oh, nu wordt het... Je hebt het nu over de helft in je mond. Nee, slik het door, schat. Even serieus. Ja. Kom op. Blijf slikken. Ah, ik doe ook gewoon stuur omdat ik hier sta. Oh, wat erg. Mijn tong prikt zo fucking erg. Dit is echt heftig, ja. Is echt niet oké. Okay. Dit wil ik nooit meer. Dit wil ik echt wegtieven. Hier. Ja, dat is echt wel heel chill. Lik aan iemand zijn oksel. Nou, kom maar. Ja? Oké, okay, het ruikt lekker. Eeuw, maar kijk, ik heb stoppeltjes. Maar, het jankt niet. Met wie was je seks het slecht? Nou, ik ben nog super maagd. Dus die vraag kan ik niet beantwoorden. Jij gaat hier eten, man. Liever seks met je vader terwijl je hond binnenwandelt, of seks met je hond terwijl je vader binnenloopt? Leeft hij nog? Nee, hij leeft. Dan ga ik niet. Nee, sorry, maar dat doe ik gewoon echt niet. Nee, ik ga niet iets eten. Nee, dit zou moet. Jij dit doen? Ja, als het moest, zou ik het doen. Oh, het is gewoon een dikke rups. Ik doe dit gewoon niet. Dit is echt mensen onteren. Beweeg nog! Oh mijn god! Ik sta te trillen, hè? Ik vind het echt niet leuk. Maar. Ja? Ja, waar smaakt het naar? Beetje muffig. Oh shit. Nadag, we gaan even iets fucktaps doen. Laat de ander foto kiezen uit je album om op Instagram te plaatsen. Nee, dat kan echt niet. Oh. Ik ben bang voor insecten. En om er één te eten vind ik zo erg. Je moet doen als jij ready bent. Nee, maar wanneer ga ik ready zijn? Nooit. Ja, laat nog lekker een boer. Dat gaat wat helpen bij die... Ik ben gewoon niet goed. Ik denk dat ik nu wel mijn limiet heb bereikt qua eten. Ja, en wij kennen elkaar ondertussen ook wel goed genoeg, dus ik vind het wel even mooi geweest. Dit is gewoon klaar nu.
Later.